Nou, goedemiddag. Vandaag de eerste wandeldag van deze fantastische editie, 106. En ja, de wandelaars druppelen al langzaam hier binnen. En vanmiddag, Nick, gaan wij er verslag van doen. Ja, we zijn vandaag op de wedren. Altijd leuk hier, je hoort het al. Het is feest. Sfeertje vooral. Ja, altijd hier op de wedren. Het is de eerste dag, mensen, ja, ogen nog fris. Maar goed, niets is wat het lijkt. Het is pas voor mij net 1 uur geweest. En dan gaan we eens even kijken hoe de wandelaars zich voelen vandaag. Of er nog leuke verhalen zijn geweest onderweg. En misschien hebben ze wel iets heel bijzonders meegemaakt wat ze met ons willen delen. Ja, en ze komen door Arnhem-Zuid vandaag. Hè? Mensen met een NEC-shirtje. Kijken of ze het hebben overleefd. Dat is spannend. Dat is heel spannend. We gaan het allemaal zien, Peter. We gaan het zien. Welkom. Goedemiddag. Hey. Hallo. Moet ik een beetje inzoomen? Dat is echt goed. Ik zag jou heel leuk kijken. Jij viel mij op. Heb je gelopen? Ja, tuurlijk. Hoe ging het? Prima. Ja? Ja, helemaal goed. Je zit er fris en fruitig bij allemaal trouwens. Ja, klopt. Waar ja. komen jullie vandaan? Ik kom uit Neer. En dat ligt? Tussen Roermond en Venlo. In het zuiden? Limburg. Ja. Ja. En hoe is het nou om in Nijmegen te zijn? Ja. Een echte stad, hè? Super. Ja, is erg gezellig. Ja. Ja. En de eerste keer dat je meeloopt, of met vaker? Derde keer. Ja. Als ik nou aan jou vraag, hè, want ik spreek zoveel mensen, dat je een vierdaagse koorts hebt. Wat is nou die koorts? Of heb je hem nog niet te pakken? De sfeer hier. Ja, je was gewoon mee opgezogen in het feest. Ja, zodat je vandaag wel wilt meelopen en niet omstandig wil zijn. Ja. En je bent op tijd binnen vandaag? Ja, ging lekker. Ja? Ja? Heb je goed geoefend ervoor? Nou, ik loop regelmatig, dus ja. Eigenlijk gaat het bijna vanzelf. Ja. Het weer is prettig, hè? Leuk gezelschap, scheelt ook. Dus ja, dat is helemaal lekker. Succes voor morgen. Dankjewel. Dankjewel. Goedemiddag. Hallo. Jullie vallen op omdat je in het oranje zit. Ja, ik kom er gewoon stiekem even bij zitten. Ja, hoor. Dat mag. Dat Waar mag. Kom je vandaan? Wij komen uit Zwiegen. Oh, dat is thuiswedstrijd voor jullie. Thuiswedstrijd, ja. Zij uit Beuningen, wij uit Zwiegen. Ja, dat is ook bijna thuiswedstrijd. Ja. Hey, jullie lopen met z'n allen, met z'n viertjes? Nee, wij lopen met z'n tweeën, zij lopen met z'n tweeën. Maar wij zijn wel vriendinnen en we kwamen elkaar tegen. Dus we zijn samen doorgelopen. Oh, wat goed. Ja. Hey, en hoe ging het vandaag, de eerste dag? Top. Het was perfect weer. Lekker windje. Perfecte temperatuur. Fijn is dat, hè? Dus we gaan ervoor. Ja. Morgen kunnen we op weer. Naar morgen. Op naar morgen. Ja. 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 Altijd zo positief? Jazeker. Ja. Altijd. Hoeveel keer lopen jullie? Dit is de tweede keer. En dit jaar lopen we voor een goed doel. Wat is dat goede doel? Ja, support Casper. En Casper van der Eijk is een hele bekende chirurg, professor. En die is op zoek naar een geneesmiddel tegen alvleesklierkanker. Oh, wat goed. Ja, en mijn moeder die zat vorig jaar als supporter langs de kant en is helaas in november overleden. Dus wij hadden zoiets, we gaan nu... We lopen ergens voor, voor een goed doel. Dus we hebben heel veel geld opgehaald. Alle sponsoren, nou ja, fantastisch. Ja, top. Ja, dus... Ja, het is wel heel dubbel, want het is ook wel heel beladen. Mensen die vragen er ook naar, dus je bent wel steeds met die kanker bezig. Maar ook wel heel fijn. Geeft toch ook weer iets positiefs uiteindelijk, om er juist over te kunnen praten. Ja, nou dat is ook wel heel fijn. Ja, dus ja. Nou, ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van met z'n viertjes. Ja, dat doen wij. En, op naar vrijdag. Ja, jullie ook een fijne week. Tot vrijdag. Tot vrijdag. Okay, doeg. Hallo. Hi. Schoentjes uit. Ik kom er even bij zitten, mag dat? Oh, ja hoor. Heb je lekker gewandeld? Ja. Jullie allebei? Ja. Ik kom even tussenin zitten, dat is wat makkelijker zo. Hé, hoe ging het? Ja, het ging eigenlijk best wel goed, ja. Had ik niet verwacht. Okay, waar komen jullie vandaan? Uit Horst, Noord-Limburg. Oh ja. Weer uit Limburg, het mooie Limburg. Ja, mooi hè? Ja. Hey, maar vandaag, vertel eens. Nou ja, eigenlijk begonnen we best goed en zij kreeg de laatste 10 kilometer wel wat blaren, maar... Toen dacht ze heel even van, dat gaat lastig worden, maar het is toch best wel goed gelukt. Ja. Ik ben tevreden. Ja, ik zie jullie schoenen uit. Je hebt geen blaren, hè? Je hebt geen blaren. Oh, jullie gaan ook nog mijn voeten filmen. Ja. Maar geen blaren zie ik. Goed, nee, dat gelukkig niet. Ja, ik niet gelukkig. Nee, gelukkig niet. Jij hebt dus wel blaren. Ja, oh, ja, je hebt ze afgeplakt. Ja. Waar ben je geweest? Ik had het preventief al gedaan. Jij weet gewoon dat je last van blaren hebt. Ja. Maar hoe gaat dat morgen dan? Ja, dat is een goede vraag. Ga je wel starten? Ja, zeker. Doorzetten en opnieuw in. Je kunt niet alleen haar laten lopen natuurlijk. Nee. Ik ga het ook niet doen. Dus doe het gaat zonder. En misschien wat meer bier drinken, dan voel je de pijn niet meer morgen. Ja, toch? Pijn kun je uitschakelen, toch? Ja, lukt jou dat, denk je? Ja, zeker.
Ik hoop jou vrijdag hier weer te zien. Dat hoop ik ook. Ja? Ja. Succes allebei. Ja, dank je. Oké, doeg. Doeg. Ja, op de foto, op de foto. Hoe gaat het? Dramatisch, maar dat kun je wel zien. Serieus? Je bent zo lekker aan het dansen. Nee, natuurlijk is het niet dramatisch, het is gewoon leuk. Ja, gaat het goed? Ja, ja, prima. Gelopen? Ja, natuurlijk heb je gelopen. Ja, ja, samen? Samen, ja. Ja? Wat was er zo leuk vandaag? Want ik hoor iedereen alleen maar positief. Ja, wat is leuk? Nee, niet alles is positief hoor. Er zijn ook hele saaie stukken, hele lange stukken waar geen muziek is. Ja, maar wat was er in het begin waarschijnlijk of zo? Nee, de dijk vind ik op zich wel leuk. Dat is gewoon lang. Maar ja, ik weet al die plaatjes niet. Ik loop gewoon achter de meute aan en klaar is Kees. Ja. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Twente. Oh, Twente. Ja. Dat is ook mooi. Ja, dat is ook wat echt. Wat vind je van Nijmegen dan in de omgeving? Ja, geweldig. Ja, de omgeving zie je niet zo heel veel van, hè? Nee, dat is waar. Te druk. Het is echt allemaal, ja, het is gewoon, dit is heel druk. Je moet dit niet doen voor de leukigheid. En waar verblijven jullie? Hier bij een gezin, al 11 jaar lang. Oh, wat dus goed. Is, ja, ja, ja. Een beetje vakantie en toch hard werken. Nou, dat bedoel ik. Ja. En dan ontmoet ik jou, hoe leuk. Ik heb geen idee wie je bent, maar superleuk. We zijn van de tv en van de radio en van alles een beetje. Ja, nee, maar dat is... En zijn jullie man of vrouw, denk ik? Ja, man. Nee? Ja, man, geen man en vrouw samen wel. Ja, 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 toch? Ja. Ja. Ook zo vriendelijk, jullie zijn echt leuk. Ja. Ja, maar we zijn ook leuk. Oh, jullie zijn al lang vol samen? Ja, best al wel. Ja? Jawel. Ja. Ik ga even naar je man toe, even. Mag wel even, hè? Ook moe? Moe? Nee, niet moe. Nee, niet moe. Nee, blij dat ik er ben. Maar waarom die zakje? Oh, ijs. Ja, ijs is een beetje koel, hè. Het is hartstikke warm nu. Ze hadden regen voorspeld, hè. Ik kreeg zon. Ja, maar zo lekker. Ja, heerlijk. Hey, ik ben bruin. Ja, perfect. Lekker, ben je gekleurd? Ja, nee, gratis. Ja, gratis. Hoe mooi wil je het hebben? Ja. En morgen weer een dagje? Zeker, ja. En wat wordt de leukste dag van deze vier? Ja, ze zeggen door Kuik. Ik weet niet, is dat, wanneer is Kuik? Kuik is dat niet de laatste dag? Donderdag, ja, ik moet dat eigenlijk weten. Ja, maar donderdag schijnt dan de leukste dag te zijn. Maar ik vind ze allemaal leuk hoor, voor mij is het de eerste keer. Oh, is het de eerste keer? Ja, is perfect. Oké, ze heeft je meegesleept. Ja. Ze zegt, je gaat dat leuk vinden, dat is één grote polonaise. Prima. Ik vind het wel leuk. Ja, hartstikke leuk. Jullie vielen ook op, jullie stralen allebei. Ja, daarom. Het is ook hartstikke leuk. Ja, lekker genieten en misschien tot vrijdag. Ja, dat is goed. Oké, hoi. Doei. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Hoe gaat het ermee? Uitstekend. Uitstekend. Ik zie een biertje in de hand. Ja. Dat moet een goed teken zijn. Ja, op het Varkenplein nemen we altijd een biertje. Ja? Ja. En hoe smaakt die? Geweldig. Even een slokje nemen. Even een slokje nemen. Even testen of het allemaal wel goed is. Ja. Heerlijk. Heerlijk. En hoe voelt het vandaag? Lekker doorgelopen? Ja, mag niet klagen. Geen lekken, geen blessures, geen gekke dingen. En op tijd? Voor de regen? Redelijk op tijd. Ook voor de regen? Voor de regen. Ja. Dus, maar weer nog meer. Dat u nog een hele mooie dag heeft. Ja, nog drie mooie dagen. Succes, zet hem op. Bedankt, hè. Van? Dames, goedemiddag. Ja. Hallo, hoe gaat het? Hartstikke goed, prima. Ja. Lekker gelopen? Heerlijk gelopen. Ja. Geen blagen? Nee, net niet. Wel goed wandelweer vandaag. Prima wandelweer. Soms wel een beetje warm, hoor. Ja, een beetje warm? Ja, een beetje warm. Nog genoeg pauze gehouden? Nou, misschien even te kort, maar ik ben wel lekker op tijd binnen. En wel genoeg gedronken ook? Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Ja, kijk eens. Ah, kijk aan. Heel goed voorbereid. En wat zit er dan in? Allemaal bier of... Nee, gewoon water. Met ja, 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 ja. Hey, en ja, wat is nou het gevoel na deze dag? Heb je nou dat je denkt, nou, ik kom maar op. Kom maar op met die drie. Ja, morgen easy peasy, hè? Makkelijk. Doen we even. Heel veel succes, hè? Dankjewel. Hoe gaat het ermee? Nou, geweldig. Ja, helemaal goed. Ja. Ja, hoe was de eerste dag? Best leuk. Ja, best leuk. Dat best klinkt leuk. Niet... Het middenstuk was een beetje stug, maar Els en Bemmel, fantastisch. Fantastisch? Echt fantastisch. En vond u het ook fantastisch? Ja, zeker. Alleen het middenste stuk, hè. Ja, je moet een stuk overbruggen, dat is niet anders. Letterlijk overbruggen? Ja. Hey, ik ben toch even benieuwd, dan sta je hier in de ochtend, hè, een beetje koud, het is donker. Nou, ik denk ongetwijfeld veel enthousiaste mensen die uit de stad komen. Wat denk je dan? Geweldig! Al die studenten! Ah! Ja, helemaal blij. Heel leuk, helemaal leuk. Ja, ja dat zweept op. Ja, ja, enthousiast zie ik al. Wordt u er ook zo enthousiast van? Nou, niet altijd, maar meestal wel. Soms. Bent u wel een feestbeest of niet? Jawel, maar ja, soms dan wil je op gang en dan niet iedereen... Ah, je wil wel beginnen, hè? Ja, dan wil je aan de gang. Hey, en nu nog 3 dagen. Nog maar 3 dagen. Gaat het lukken? Ja, geen twijfel. Dat is wel heel kort. gaat het lukken? 100%? 100%. Oké. Ben je ook? Ja, opgeven is geen optie, hè? Dat vind ik een mooie. Opgeven is geen optie. Ja. Hou het vol. Dankjewel, hè. Nee, dankjewel. Doei. Zeg, maar ik ben een fantastisch mooi shirt aan. Ja, dankjewel.
Even draaien naar de camera, moeten we natuurlijk wel even zien, hè? Want, ja, je... Vierdaagse chef van NEC. Ja, ja, je komt hier uit de regio, uit Nijmegen zelf, dus dan moet je wel een beetje je stad representeren. Hè? Ja, je bent vandaag ook door Arnhem-Zuid gelopen volgens mij. Ja, ja, dat klopt. En een paar biertjes naar je hoofd gekregen? Nee, geen biertje, maar een paar middelvingers. Maar dat boeit me toch niet. Nee. Nee, laat me gaan. Ja, dat maakt me echt niet uit. Ik doe alleen maar deze dan, hè. Ja, daarom. Hey, hoe was het vandaag? Ja, echt een goede dag gelopen. Echt top. We waren vroeg binnen ook al, dus we konden goed doorstappen. Ja. Alleen het is een iets minder leuke dag, omdat je dan over de Waal gaat. Minder bekende mensen. Dat willen we niet, hè, over de Waal. Nou ja, het is wel prima over de Waal, maar het is wel gewoon minder bekende mensen dan in Beurt, Beuningen, Wijchen en dat soort dorpen. Ja. Dus, nu lekker aan het pils? Ja, even een afzakketje. Niks mis mee, hoor. Nee, zo meteen lekker naar de masseur toe en dan vind ik het wel goed. Lekker massage. Oh, heerlijk. Ja. Kijk echt naar uit. Aha. Hoogtepunt van de dag. Ja, komt er al een hoogtepunt? Ja, dat zou nog kunnen, ja. Nee, als de camera uit staat wil ik even een adresje hebben van je. Ja. Dat mag, dat mag. Succes wel. Komt goed, dankjewel. Dank je. Hallo, mag je wat vragen? Ga je wat versnapering halen? Ja. Ja. Heb je gewandeld of dat ja, niet? Ja, wel gewandeld. Ja, ja zeker. Ja. Hoe gaat het? Ja, wel goed eigenlijk. Ja. 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 Wat heb je vandaag allemaal meegemaakt? Wat was er zo bijzonder vandaag aan de dinsdag? Ik denk de dorpjes waar we doorheen kwamen. Ik vond Oosterhout, waar we eigenlijk vroeg doorheen kwamen, dat vond ik eigenlijk echt heel erg leuk. Dus ja. Ja. Wat was er anders aan dan andere jaren? Nou, ik liep voor het eerst mee. Dus okay. Voor mij is het sowieso allemaal nieuw. Maar die energie was gewoon echt heel erg leuk. Ja, waar merk je dat aan? Aan de toeschouwers of aan de wandelaars? Vooral aan de toeschouwers. Ja, die maken er echt een feestje van met z'n allen. Grote DJ-boots en dat soort dingen die er allemaal staan. Echt heel leuk. En jouw eerste keer, heb je veel geoefend? Ik zie geen blaren nog en zo. Nee, nog helemaal geen blaren. Nee. Nee. Dat gaat best goed. Maar het valt me echt mee. Ik dacht dat het erg zou zijn. Ik heb wel wat getraind, maar ook niet superveel. Maar het viel me echt mee. Hoe een diehard eigenlijk? Nou, nog wel, maar we moeten nog weer 3 dagen. Hè? Maar wat is de reden dat je meeloopt? Dus, weddenschap of? Nee, niet eens. Wij vieren het eigenlijk elk jaar. Maar vorig jaar kwam een groep meiden naar ons toe van waarom lopen jullie eigenlijk niet mee? Wij zeiden ja, wij willen eigenlijk feesten. Ja. En toen zeiden zo leuk. Maar wij doen allebei. Dus waarom gaan jullie dat niet doen? Toen dachten we eigenlijk moeten we gewoon een keertje meelopen. Ja. Ja. Heb je ook gefeest? We lopen even mee in de rij. Heb je nog gefeest of niet? Zondag en gisteren. Okay. Ja. Maar vandaag niet meer hoor. Okay. En dan vrijdag gaan we weer. Ja. Okay. Ja. Je staat er fris en fruitig bij, vind ik. Ook wel fris. Ja. En dan ga je lekker frietje halen. Een broodje kroket. Net zo lekker. Ja. Nou, geniet ervan en succes de komende dagen. Fijne dag. Ik zie jou zo lekker ontspannen achteruit zitten. Ik dacht, dan moet ik even naartoe. Ja, het zit heerlijk. Gaat goed? Ja, het ging heel goed. Ja? Eerste keer, maar het ging wel echt heel goed, ja. Ja. Ja, maar nou even de voetjes even ontluchten, hè? Dat is wel heel fijn. Ja? Ja, je voelt dan toch wel dat er 40 kilometer ver is. Heb je pijntjes ergens of valt het mee? Nee, benen voelen goed. Dus die kunnen nog wel 3 dagen aan. Alleen, ja, je voelt je voeten, hè. Ja. Heb je niet idee waar ben ik aan begonnen? Nee, ik heb elk moment genoten. Okay. Ik heb in een soort roes gelopen. Heerlijk. Ja, met twee vriendinnen? Of nee, met deze vriendin. Ja, ging dat goed? Ja, zeker. We hebben echt lopen feesten onderweg. Ook nog wat genuttigd onderweg, of doe je dat niet? Nee, dat hebben we maar even gelaten. Vrijdag. Ja. En waar komen jullie vandaan? Uit Nijmegen. Oh, dat is wel thuiswedstrijd. Ja, ja. Dus je kunt zo lekker rollend naar huis. Zeker. Ja. Wij mogen kapot zijn. En je eerste keer, zei je? Ja. Hoe komt het dat je meedoet? Wat is er geen... Oh, daar zit een leuk verhaal achter. Ja, ik voel het aankomen. Ja. Nou, vorig jaar stond ik hier met een enorme kater elke dag. En ik dacht, ik wil fit zijn, ik wil nuchter zijn, ik wil niet zo kut voelen. Oh, mag ik dat zeggen? Zeker. Ja. Ik voelde me zo slecht vorig jaar. Door de alcohol of? Ja, ik denk dat wil ik niet meer. Nee. Ik denk, ik wil gewoon ook wandelaar zijn. En gezond leven. En gezond, weet je. Elke avond gewoon lekker sla eten in plaats van pizza en bier. Eet mijn konijn ook sla hoor. Ja. Maar deze week dus ben je gezond bezig, goed bezig. Precies. Ja. En dan vrijdag mogen we even bier drinken. En dan, dat is dan ook wel weer waard. Complimenten hoor. Ja, ik vind dat heel wat. Bieren ruilen voor wandelen. Ja. Veel vrienden van me zeggen ook, ben je helemaal goed geworden. Maar ja. Ik vind dat complimenten waard. Ja, dankjewel. Succes de komende dagen, jij ook. Heel erg bedankt. Ja, heel erg bedankt. Doei. Ja, ik zag u de benen strekken. Ja. Nee, maar zij is jarig. Bent u jarig? Ja, ik ben jarig. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Waar komt u vandaan?
Ik kom uit Rosmalen. Rosmalen? Ja. En ja. U heeft gelopen met uw vriendin? Dus mijn zus, de mijn zus. Dochter en haar schoondochter. Oh. En die vriendin. Leuk. Ja. En ik mag niet aan leeftijden vragen, dat is helemaal niet interessant. Voor de hoeveelste keer heeft u gelopen? Dit is de eerste keer. Dus de eerste keer. En waarom? Ja, omdat ik het al heel lang wil. Oké. En ik heb nou een leeftijd bereikt dat ik denk van, nou waar moeten we het gaan doen. Hebben. Nee, waar we het niet over gaan hebben. Hoe ging het vandaag? Ja, op zich alleen de laatste 10, die vond ik toch wel heftig, eerlijk gezegd. Ja, toch wel? Ja, die vond ik wel heftig. Maar we gaan er morgen weer voor, hè? Ja. Eventjes dadelijk een wijntje. Je kunt niet achterblijven op de rest natuurlijk. Nee, daarom. Dus ik ga dadelijk een wijntje toch pakken op mijn verjaardag en morgen weer. Maar dat mag ook, hè? U mag er van mij ook eentje drinken natuurlijk. Ja, dat feest moet er gevierd worden vandaag. Ja, maar dat gaan we dadelijk ook doen. Zeker. Dan blijven jullie in de buurt of ga je terug naar Rosmalen? Nee, we gaan dadelijk terug naar Rosmalen en dan pakken we een lekker wijntje en een gebakje. En dan de voetjes in het koude water en dan morgen om 5 uur staan we hier weer. En de zus ook de eerste keer? Nee, ja, ik heb één keer nog 10 jaar geleden meegelopen. Ja. Nou, samen met de zus en de hele familie. Leuk, hè? Ja. Ja. Ook gefeliciteerd namelijk. Dankjewel. Met uw zus. Wat leuk. Dankjewel. Ja. Nou, zijn we en klaar. En op de verjaardag lopen is zo geweldig. Ja, daarom. En zo'n grote menigte die verjaardag viert eigenlijk, hè? Het was heel sfeervol. Dus nou ga ik lekker naar huis. Veel plezier. En tot vrijdag dan. Ja. Doeg. Ik ga jullie toch even storen. Jullie vallen me op omdat jullie zo gemoedelijk samen zitten. Zo lekker relaxed. Hoe gaat het vandaag? Nou, het is me eigenlijk meegevallen vandaag. Meegevallen? Ja. Had je daar iets zwaars van verwacht dan? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja? Ja. Waarom dan? Nou ja, ik heb nog nooit eerder 40 kilometer op een dag gelopen. Dus. Dat is best wel veel, hè? Dat is heel ver, ja. 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 Maar nu zit hij lekker aan een frietje en een kroket met Sophie's. Yes, we hebben het geflikt. Ja, zo is dat. Ja. Ja. Ja, en morgen weer. Ja, het zijn 4 dagen. Samen 40 natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dan goed geoefend of dat niet? Te weinig. Te weinig? Ja. Vandaar een beetje de angst natuurlijk. Ja, precies. Ja. 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 Maar fijn en lekker op tijd binnen. Ja, helemaal goed. Ja. Ja. Doe maar lekker door eten, wij gaan verder en succes de komende dagen. Ja, dankjewel. Al je niet te druk maken, denk ik. Nee, komt goed. Bedankt. Jo. Zo. Goedemiddag. Goedendag, Nick Rokers. Hoe is het? Ja, ga ik beter aan jou vragen. Bij mij is het... Het was zwaar, maar de laatste 15 die tikken toch wel aan. Maar het was mooi. Was morgen het weer. Morgen weer? Was het nog taai op het Faberplein, daar tussendoor lopen? Nee, dat viel mee. Maar de laatste 10, 15 vanaf Bemmel-Huissen was wel echt heel taai, moet ik zeggen. Ja. Boven hey. Dat voel ik wel. Dus zo'n paar pilsjes erin en dan gaat het wel weer, hè? Dan voel je niks meer. Precies. Proost. Lekker hoor. Hey, dat is wel een mooie beloning na zo'n zware dag, denk ik, of niet? Ja, weet je, inderdaad, als je 52 kilometer opgelopen, dan mag je jezelf wel belonen met een lekker pilsje, toch? Dus jij gaat lekker belonen? Dat ga ik zeker doen. Heel goed. Geniet ervan. Proost. Goedemiddag, heren. Allemaal uitgelopen. Goed gelukt vandaag? Ja, prima hoor. Ja? Heeft u een beetje een mooie dag gehad? Ja, was een prima dag. Een hele mooie dag gehad en ben al een flinke bui. Maar die zit er nu ook aan te komen, denk ik. Toen zaten we net in de kroeg. Niet te veel doen, hè? Want anders hebben we een probleem. Nee, dat klopt wel, man. Maar wel soepel houden binnen. Ja, dat wel. Hey, het gaat nu ook zo regenen. Jullie hebben allemaal afgescand al? Ja, ja? We hebben al afgescand, ja. Snel naar huis. Ja? Snel naar huis. Nee, eerst een biertje en dan... Eerst een biertje. Dan naar huis. Even ja. Afterparty. Echt heel goed. Hey, geniet ervan en veel succes nog, hè? Ja. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Ja, zoals jullie kunnen zien gaat het behoorlijk hard regenen nu. Niet heel fraai. Wij gaan even op zoek naar een droge plek. Maar ja, dat willen natuurlijk de wandelaars hier ook. Ja, misschien als je daar even kan zien. Daar staan de wandelaars te schuilen. Mensen die graag de droogte opzoeken. Ja, hier aan deze kant ook. Mensen die graag droog blijven. En dat snap ik ook wel. Want als je zo'n lange dag hebt gehad, wil je niet ook nog nat geregend worden. Maar goed, het is nu wel aan de hand. Dus ik wil geen weerman zijn, maar het gaat aardig regenen nu. Hey, goedemiddag heren. Goedemiddag. Lekker uitgelopen? Nou, lekker ja. Wel uitgelopen, ja. En niet lekker? Nou, op het laatst was ik wel heel erg moe. Misschien te weinig rust de eerste dag. Te veel power? Ja, te veel power. Misschien te graag snel binnen willen zijn voor de regen. Dat is niet gelukt, hè? Nee, klopt. Ik stond net in de rij voor het bier. Toen begon het te regenen, maar ik ben gewoon blijven staan. Ja. Want biertje is belangrijk. Biertje is belangrijk, ja, precies. Dat klopt. Hey, jullie hebben samen gelopen. Wat zijn jullie van elkaar?
Goede vrienden. Ja, hele goede vrienden. Ja, dat moet je nou wel zeggen voor de camera. Hele goede vrienden. Hey, maar uit Groesbeek allebei. Ja, klopt. En hoeveelste keer gelopen? Voor mij is dit de 29ste keer. Zo. Ja, maar ik ben ook bij één begonnen hoor, net als iedereen. Dus, ja, dat snap ik. Maar wel een prestatie, hè? Ja, het is iedere keer weer even kijken hoe het gaat. Maar train jij nou heel veel van tevoren? Nou, want jullie komen uit Groesbeek, dat is een heuvelstad natuurlijk. Ja, klopt. Ja, nee. Dit jaar hebben wij denk ik 12 kilometer getraind. 12 kilometer? Vorige week zondag zijn we van Groesbeek naar Mook gewandeld. Naar de Maas, zeg maar, en toen weer terug. Maar waarom zo weinig? Dat is toch niet goed? Nee, ja, maar goed, ik voor mezelf vind het een uitdaging als ik weinig getraind heb. En ik weet dat meer trainen beter is en dan kun je sneller lopen. Alhoewel dat vandaag heel lastig was, want het is enorm druk op de route. Dat hoor ik van iedereen, ja, heel erg druk op de route. Het moet ook een prestatieloop zijn. Maar inderdaad, we hadden beter wat meer kunnen trainen. Ja, dan was je nu minder moe geweest. Ja, precies. Dat denk ik. Ja. Nee, maar de dag van Groesbeek is donderdag. Dat is een thuiswedstrijd voor jullie. Klopt, ja. Dan duurt het even voordat we door Groesbeek heen zijn. Ja, want, je kent iemand. Ja, iedereen ken je eigenlijk. Nou, iedereen, maar veel. Veel ken ik er wel. Dus is het dan daar stoppen, dan daar stoppen, dan daar stoppen. Maar vaak is het ook, hoi, ja, hoi. Gaat goed, ja, gaat goed, doei. En dan door. Want anders als je overal stopt, dan ben je 3 uur bezig alleen om door Groesbeek heen te komen. Dus, ja. Nou, ik wens jullie in ieder geval een hele mooie dag donderdag. Dankjewel. En nog even, je zoon staat achter de camera, die komt niet in beeld, maar hij doet het goed hoor. Ja. Kijk trots op hem. Meneer, u bent goed aangekleed. Ja, dank je. Ja. Was u wat te genieten van het binnenkomen? Ja, zeker. Ja. Het was mooi weer, het was perfect om te lopen. Lekker hè? Ja. Heb je wel genoten? Het is niet andersom zo geweest. Dus, ik was voor 2 uur binnen, dus vlak voor de regen, dus is allemaal goed. Ja, maar goed voorbereid, hè? Ja. Je hebt niet echt nodig gehad nog. Nee, eigenlijk niet, nee. Maar ja. Dus, al vaak meegelopen? Dit wordt de 14e keer. Oh, topprestatie, toch? Ja, zeker. Dat vind ik wel. Ja. Goed geoefend? Ja, anders zijn we niet. Net iemand, die had pas 12 kilometer geoefend. Nou, dat vind ik te weinig. Ja, je had al moeite mee. Ja, klopt. Dat snap ik. Ja, hè? Ja. Hoeveel kilometer oefent u normaal gesproken doorgaans? Doorgaans moet je ongeveer 300 kilometer wel trainen. Vierdaagse zelf zegt 500 kilometer. Maar ja, als je het nog nooit gedaan hebt, dan verwacht je 500 kilometer. Maar als je normaal gesproken de meeste hier zo ervaren, lopen ongeveer 300, 250 kilometer. Want ja, het gaat niet in je koude kleren. Nee. Zelf 4 dagen achter elkaar. Ja, want iedereen is vandaag heel gemoedelijk, hè? Oh, makkie. Maar daar komen ze morgen wel op terug, denk ik. Want het is een zwaar parcours morgen. Maar ja, we zullen het zien, hè? Ze moeten gewoon het tempo inhouden. En dan... Voor jou moet het een makkie zijn met al die kilometers die geoefend zijn, toch? Ja, hoop ik wel vanuit. Ik hoop het ook. Ja. Ik hoop dat je vrijdag hier weer kan zien. Ik zou zeggen, geniet nog even van je drankje. Ja. Tijd naar bed vanavond. Ja, graag gedaan. Ja, goedjes. Frans. Dankjewel. Ik ga jullie even lastigvallen. Jullie zitten zo lekker relaxed met z'n allen. Ja, jij al helemaal natuurlijk. Blijf lekker liggen vooral. Hoe is het gegaan vandaag? Heel goed. Ja? Ja, prachtig wandelweer. Helaas na een paar drupjes regen, maar verder ging het goed. Ja. Niet te benauwd vandaag? Nee, ik vond het wel meevallen. Nee, was prima. Waar komen jullie vandaan met z'n allen? Zuidhoorn, vlakbij Groningen. Oké, je hoort het een klein beetje, maar niet echt. Nee, gelukkig niet. Hey, hoe is de stad Nijmegen en omgeving? Prachtig. Ja, ik loop voor de 9e keer nu, dus ik vind het nog steeds mooi hier. Ja. En wat houdt jou iedere keer terug naar die Vierdaagse? Waarom doe je iedere keer mee? Dit. Ja, gewoon de gezelligheid. Daar ligt de recordhoudster van ons hoor. 19. Oké. 19 keer al. En u? 18. Jij wordt 18. En jij 9, 18 en jij dus 19. Ja. Hoe komt het één keer voorsprong? Met 12 begonnen. En wel een paar keer niet gelopen, maar ja, elke keer toch wel weer teruggekomen. Je ziet er nog zo jong uit. Nou, dank je. Ja, ik ben even snel aan het tellen. De Nijmeegse houdt je jong, hè? Houdt je jong, ja. Echt knap hoor, 19 keer. Hey, wat is, als je in één woord moet zeggen of een paar woorden, wat maakt Nijmeegse Vierdaagse zo bijzonder? Harmonie, denk ik. Ja, gezelligheid. Ja, zeker. Met elkaar, ja. Dat vind
ik een hele mooie afsluiting. Dankjewel en succes allemaal de komende dagen. Dankjewel. Hallo. Hoe gaat het met jou? Goed, hartstikke goed. Ja. Pijn aan de voetjes of valt het mee? Nee, het is preventief. Dus het is heel goed gegaan vandaag. De cameraman zei van even kijken, want volgens mij hebben ze ijs ergens. Maar dat is niet zo. Ijs tussen de voetjes. Maar dat is niet nee, helemaal geen ijs. Nee, helemaal niet nodig geweest. Hoe ging het? Ja, goed. Dit jaar de 40. Vorig jaar de 50 en dit jaar de 40. Dus, dat viel het eigenlijk mee. Ja, dat viel echt de reuze mee. Ja, nee, zeker weten. Dus het was hartstikke goed. Alleen de bui was jammer. Ja, maar je bent al lang binnen of zit je net? 20 minuten, half uurtje. Net wat te drinken gehaald, pilsje pakken. Lekker. En dan opmaken voor morgen. Ja, waar kom je vandaan? Nijmegen. Oh, thuiswedstrijd. Thuiswedstrijd. Ik heb nog, wij heel vaak aan de kant gestaan. En nu inmiddels 3 keer gelopen. Of nou juist de 3e keer. Maar fijn is dit gevoel weer om de Vierdaagse te mogen vieren met z'n allen eigenlijk. Ja, hè? Ja. Nou ja, ik heb tot nu toe geluk gehad. De laatste edities die normaal waren, die heb ik mee mogen maken. Dus 2019, 23 en dit jaar. Je liep er de goede jaren mee. Ja, ik kies het wel uit. Ja, ik kies er wel uit eigenlijk. Dus. Wat wordt de mooiste dag? Oei, misschien toch de vrijdag? Ja, de donderdag is ook wel leuk aan het einde. Nijmegen is binnenkomen. En Wiegen kijk ik ook naar uit. Maar ik denk, laatst via Gladiola komen de tranen weer in de ogen. Ja, wel hè? Ja, ja. Hey, hoe was het vandaag? Want ik hoor van heel veel mensen dat het een beetje rommelig was aan het begin van de route. De 40 was druk vanwege die nieuwe startprocedure, denk ik. En wij hadden nog redelijk geluk, 5:30 over de finish heen. En dat was wel een opstopping bij de Waalbrug. Totdat je die bocht naar links gaat. Daarna ging het wel beter. En in Bemmel kwamen die 30ers bij en dan wordt het ineens heel smal, heel veel mensen. Dus dat is wel jammer, want je wil je tempo doorlopen, maar je hebt tijd genoeg. Dus daar maak je geen zorgen om. Alleen, een lekkere tempootje erin is wel fijner. Dat is het. Dus ik had het erger verwacht vanochtend, maar we hebben bewust om 5:30 gekozen en niet om 5:00. Want dan, het ging redelijk goed. Dus, Heb tijd naar bed vanavond? Ja, 8:30 liggen we erin. 8:00 of 8:30. Sorry. Lekker. Maar ik denk dat slapen wel goed gaat komen. Hè? Ja. Dus dankjewel. Ja. Geniet van je biertje. En succes de komende dagen. Dank jullie wel. Fijne dag. Doeg. Ja. U bent bijna binnen. Gelukkig. Ja, is het zo zwaar? Ik had het zwaar vandaag. Ja, hè. Hoe komt het? Dat weet ik niet. Misschien, van dingen last. Ik bedoel, het is oké. Ik heb doorgezet en zij hebben mij ontzettend goed doorheen. En jullie stralen allemaal, hè? Ja, gewoon blijven lachen. Ja, maar ga je morgen wel weer? Ik hoop het. Ja? Ik probeer het. Proberen, hè? Ja. Is dat je eerste keer, tweede keer? 32. Tweede, maar het valt tegen. Vandaag wel. Maar hoe komt het, denk je? Het zijn wel klachtjes en zo, klachtjes. Maar oké. Okay. Ja. Nou, nog een paar meter, dan zijn we er. Oké, succes. Dankjewel. Ja, goed je best doen vanmorgen. Dankjewel. Ja. Doeg. Gaat het een beetje nog? Lukt het een beetje? Moet ik eerlijk zijn? Ja. Ik ben blij dat ik er ben. Ja, hè. Ja. Zwaar vandaag? Nou, sowieso 10 kilo. Ja, maar het was het leuk? Ja. Dat wel? Ja. Maar morgen wel weer starten, toch? Ja, natuurlijk. Oké, nee, anders is het goed. Als je achterop kijkt, zie je dat ik de Camino ook heb gedaan. Ja. Mijn schelp. Oh ja, wat goed. Ja. Hey, maar eerste keer dan? Nee, de 8e. Zeg je? De 8e. Oké, de 8e. Ja, en toch valt het een beetje tegen nu. Ja, kan. Je wordt ouder. Ja, dat is waar. Maar wel knapper. Ja, sowieso ziet er goed uit. Alle complimenten. En waar zijn jullie van? Wij zijn van de radio en televisie. Oké. Hey, succes voor morgen. Ja. Op tijd naar bed. En lekker vitamintjes vanavond, dat helpt altijd. Biertje? Dat mag ook. Oké. Okay. Geniet ervan. Ja, bedankt. Doei. Ja, joh. Zijn jullie blij dat jullie bijna binnen zijn? Ja, zeker. Ja, was het moeilijk vandaag? Ja, voor mij was het. Wat was er zo moeilijk dan? Nou, niet echt. Nee, het was een mooi wandelweer. Alleen je moet dan 34 kilometer lopen. Beetje te veel eigenlijk, hè? Ging wel. Het alleen had er ook 20 mogen zijn. Ah, toch? Ja, eigenlijk. We hebben de 87 jaar. Ja, dat bedoel ik. Wij zijn al oud. Nou, dat valt mee. Dan verdien je geen kruisje, hoor. Nee, dat is waar. Nee, maar we hebben het. Hey, maar morgen weer, hè? Ja, dan moeten we nu af. Wat gaan jullie morgen op tijd beginnen weer? Ja. Goed zo. Nou, succes. Laatste paar meter nog eventjes. Dankjewel. Succes, hè? Doeg. Tot morgen.
Jij loopt moeilijk. Ja, ja. Was het leuk? Het was een pettige dag. Dat, ja. Was het een klote dag, nee toch? Hij is jarig, hij wil geen interview. Ja, maar hoe ging het met jou? Ging het goed? Jawel, het ging wel, het ging wel. Waar komen jullie vandaan dan? Nee, Maastricht. Ah, Maastricht. Ja, is hij jarig? Ja, hij is jarig. Helemaal rechts. Oh, helemaal rechts, die kant. Ben jij jarig? Nee, niet. Ja, jij bent wel jarig. Hij is, hij is jarig. Oh, ja, dan gaan we daarheen. Nou, ik moet jou hebben, hoor ik, want jij bent jarig. Ja, ik ben jarig vandaag. Gefeliciteerd. Oh, ik ben kapot. Ja, ja, ben je moe? Ja, dat ook moe. Hoe komt het? Oh, die benen, pijn, pijn. Ja, je bent er wel, hè? Ja, ik heb het gehaald. Oh. Is dat je eerste keer? Eerste, nee, toch? Nee, nee, is niet de eerste keer. Maar hoe komt het dat je zo'n pijn hebt dan? Ja, die knieën en die benen willen niet meer echt. Nee, is de leeftijd? Ja, is leeg. Huh? Is de leeftijd? 61 ben ik. Oh, dat is wel een mooie leeftijd, hè? Ja, ik mag eigenlijk 30, maar we hebben 40. Hey, en dan zo'n feestje met al die, ja, mensen. Ja, iedereen was gefeliciteerd. Ja, 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 ja. Zullen we even één keer zeggen, hiep, hiep? Hoera! Hey, hiep, hiep! Hoera! Fijne verjaardag. Dank u. En succes morgen. Ja, jullie ook. De eerste wandeldag is bijna een feit. We hebben nog zo'n 6 à 7 minuten te gaan. En dan ja, is, uiteindelijk wordt het dan gesloten. En moet je dus binnen zijn om die eerste wandeldag te voltooien. En uiteindelijk morgen weer aan de start te mogen verschijnen. Er komen nog een paar mensen binnenlopen. En ik zie wel dat ze er moeilijk mee hebben. Dag jongeman, hoe gaat het? Ja, goed. Ja, de einde is echt... Net op tijd, hè? Ja, 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 klopt, ja. Ja, klopt. Ben je blij? Ja, ik ben blij dat het op zit voor vandaag. Ben je moe? Ik was een beetje te laat begonnen vanochtend. Oh. Mijn vrouw zat in de groep van 40. Ik van 50, dus dacht ik wacht, maar goed, duurde te lang, ja, helaas. Dus iets te laat gestart. Ja, dus morgen wat vroeger op. Ja. Ja. Was een leuke dag vandaag. Ja, was prachtig, was leuk. Ja. Ze hebben er een heel mooi feestje van gemaakt. Alle dorpen waar we doorgekomen zijn, allemaal hartelijk bedankt. Was het je eerste keer, tweede keer? Eerste keer. Eerste keer? Ja, 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 dus je hebt echt wel genoten. Ja, 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 ja. En wat wordt de leukste dag, denk je? De moeilijkste misschien wel. De moeilijkste, ja, ik denk de laatste dag of niet. Dan, ja, is dat zo? Ja, ja, denk het wel. Heb je al pijntjes ergens? Heen, ja, nou, de halve voet, knie, scheenbeen, maar goed, dat hoort erbij volgens mij. Ja, hoort erbij. Best, nou, ik zou zeggen, ga snel naar binnen, ja, en dank succes voor morgen. Dankjewel, kom op, we hebben nog 5 minuten, we hebben nog 5 minuten. Goed zo. Op naar de finish. Come on, you can do it, you can do it. You can do it. Yeah. Relaxed, relaxed. En u support hem. Ja, zeker, ja, zeker. Goed. Ja, ik en met een biertje. Ja, ook dat. Nee, sowieso. Wat lief van jou. Nee, maar ik vind het echt... Zij moeten binnenkomen. Echt serieus, serieus. Goed, dat doe je goed. Ja, echt. Dan maar gauw achter hem aan. Zeker, dankjewel. Wilt u bijna? Ja, daarheen. Ja, 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 ja. Je hebt nog 4 minuten hoor, dat is prima. Oké. Alle relaxedheid. U bent er gelukkig bijna, fijn hè? Ja, het is de 19e keer, dus... U weet hoe het gaat, hè? Ik heb even een maatje al langs sleeptouw genomen, maar nu... Ja, even een stukje doorlopen nog. En dan zijn we er. En dan morgen gewoon weer een nieuwe dag, toch? Waar is dan die ding? Waar is die dan? Daar moet u naartoe. Okay. Ja? Succes! Dit was hem weer, terwijl de laatste lopers binnenkomen. De eerste dag, de dinsdag, met de 106e editie van de blauwe. Ja, dinsdag die is voorbij. Het was hem, de eerste wandeldag, waar hopelijk heel veel wandelaars binnen zijn gekomen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende.